Welkom bij product update nummer 12. We kijken even naar buiten. Dat kan ik van hieruit precies zien. En het zonnetje schijnt. Dat betekent dat de lente eraan komt. En dat we weer lekker naar buiten kunnen. Met of zonder goocheltrucs. Wij gaan starten met het allereerste item van vandaag. Ik vind dat het tijd is voor een voorspelling. Ik krijg een blokje. Ja, dat gaat hem worden. Ik zal hem even blind hier neerleggen. Zo, ik kan hem even ver niet zien. Voor de rest heb ik nog een envelopje met daarin een voorspelling. Die leg ik ook even hier neer. En ik heb twee kaartspellen. Nou, je vraagt een toeschouwer om één van deze kaartspellen te kiezen. Stel voor hij kiest voor het rode spel. Nou, ik zal even laten zien ook dat de kaartspellen... Je hebt namelijk ook een blauw spel. Allemaal bestaan uit blauwe kaarten met een normale voorzijde. Zeg ik er even bij. Niks meer aan de hand. En de toeschouwer die het rode spel heeft gekozen in dit geval mag een kaart kiezen uit het rode spel. Het voorkomen rode spel. Ik zal het laten zien. We spreiden de kaart even uit. Ja, dat doen we zo. De toeschouwer mag echt een willekeurige kaart kiezen. Nou, willekeurig, dit kan niet. Ik doe even dit en ik stop ergens, ik heb echt geen idee. Dat gaat weg. Dit gaat weg. Zo. En er blijft één kaart over. Nou, hoe klein is de kans dat ik die kaart goed voorspeld kan hebben? Ik zou zeggen klein. Maar goed, let op. Ik heb hier de voorspelling. En op mijn voorspelling staat namelijk in dit geval ruiten 4. Dus er is een kans, zeg maar, dat die kaart hetzelfde is als mijn voorspelling. Let op. Wat hebben we? Ruiten 4. En het is... Ruiten 4. Check het even. Grappiger is nog. Er is nog een kaartspel. Het blauwe kaartspel. Wat de toeschouwer niet gekozen heeft. Dat kaartspel. Als je die kaart zou gaan tellen. Dat mag gewoon. Kom je uit op 51 kaarten. Er zitten namelijk geen jokers in. Maar dat betekent dat nog een kaart ontbreekt. En dat is één kaart. En wel de ruiten 4. Die zit daar niet in. De vraag is. Waar is die gebleven? Weet je nog. Het envelopje in het begin. In het envelopje zit namelijk één kaart. En dat is de ruiten 4. Dit is Duotech 2. Je ontvangt alles wat je nodig hebt. Je ontvangt beide kaartspellen. Je ontvangt envelopje. Schrijfblok. Ja, je moet je eigen stift gebruiken. Voor de rest helemaal compleet. Makkelijk te vertonen ook. Ja, €40 voor het hele pakket. Nederlands gebruiksaanwijzing erbij ook. Dus ik zou zeggen, wat zou je ervan weerhouden? Duotech 2. Dan. Deze sleutel is van een heel oud kasteel. En het blijkt dat kasteel, waar deze sleutel van is uiteraard, dat het daar spookte. Nou, ik kan het laten zien, maar die sleutel heeft hele rare gewoontes. Als je die sleutel namelijk op je hand legt, op deze manier, dan blijkt... dat die sleutel heel langzaam gaat bewegen, gaat rollen, zie. Totdat hij helemaal omgedraaid is. Dit is de Haunted Key, oftewel de Spirit Key, spooksleutel. Kost €12,50. Wat heb je nodig? De sleutel. Geen draden, geen magneten, geen elektronica, geen gekke dingen. Je hebt enkel de spooksleutel nodig en je kunt de truc vertonen. Dus, haunted key. Ja, dan ook een heel gaaf item. Unboxing heet het. Wat doet het? Jij pakt een kaartspel met een doosje eromheen. En plotseling is je... kaartendoosje verdwenen. Je ziet het op het filmpje hierboven ook even voorbij komen.
Ik kan hem niet laten zien. Waarom niet? Nou, heel simpel. Op de DVD leer je hoe je de gimmick maakt. De gimmick zit er dus niet bij, maar wel alle materialen om de gimmick te maken. Op wat bicycle kaarten na, die mag je van jezelf gebruiken. Ja, is het nadeel tegenwoordig, vind ik persoonlijk. Jaren geleden kocht je DVD's, er zat bijna overal een gimmick bij. Betaalde je misschien wat meer, maar dan had je wel een kant-en-klare truc. Hier moet je het zelf maken. Nou, positief punt is natuurlijk ook, het is heel duidelijk hoe je het moet maken. Alle extra gekke dingen die je nodig hebt daarvoor zitten erbij. Het is een kwartiertje, 20 minuten werk om het te maken. Maar dan heb je wel plezier voor altijd. Want het is een hele degelijke gimmick die heel lang meegaat. En het effect is ook niet moeilijk om te doen. Nou, check het filmpje, het is echt uiterst visueel. En als je de moeite waard vindt om 20 minuten te knutselen, wat ook duidelijk uitgelegd staat op de DVD, is unboxing zeker iets voor jou. Ja, dit is ook een heel raar iets. Tenminste, ik vind hem wel raar. Twee kaarten. Ik zal het even laten zien. Een harte 6 en een blanco kaart. Even voor de duidelijkheid. De harte 6, ik ga ze even zo vast. Zo eerlijk mogelijk. Heeft een rugzijde, rode rugzijde. En de blanco kaart, geen rugzijde, die is blanco. Maar het gekke is dit. Kijk, als je beide kaarten pakt en je schuift ze over elkaar, dan verplaatst de rugzijde zich, zie, van de harte 6 naar de witte kaart. En dan heeft je harte 6 heeft een blanke rugzijde en die andere kaart niet. Dus je kunt heel visueel, kun je laten zien, kijk. Heel visueel verplaatst zich die rugzijde. Dat je nu een harte 6 hebt met rugzijde. Maar ook kan die weer helemaal terug, zie. En eindig je uiteindelijk helemaal op de blanco kaart. En dan mogen de kaarten niet onderzocht worden, maar je kunt ze wel allemaal heel mooi laten zien. Nou, dat is een snelle vertoning van de Two Card Mystery van Masuda. Wie is Masuda? Masuda is de man achter WOW, ook wel bekend. Het effect waarbij je een kaart laat veranderen in een framepje. Ik spreek even op mijn speakbriefje. Two Card Mystery kost €36. Je krijgt een heleboel gimmicks, dat betekent dat je er heel lang mee kunt doen. En een duidelijke beschrijving. Two Card Mystery van Masuda. Dan is het Street Magic uitermate populair. We zien in Nederland de specials van Victor. Mindfuck, heel populair. Heel veel reacties krijgen we er op. In België is Nicolas heel goed bezig. Een mooi programma ook. En wat je daar ziet is voornamelijk Street Magic. Vandaar dat wij een set gemaakt hebben. Met onze meest verkochte Street Magic truc zou je kunnen noemen. En ook nog betaalbaar ook. Dit is onze Street Magic Kit. Ik zal laten zien wat wij in de Street Magic Kit hebben zitten. Ik ga er even snel doorheen. Om te beginnen bubbelplastic. Maar dat is meer dat het niet door elkaar rammelt. Een heel cool black deck. Een bicycle deck. De visual card change. Oftewel de card changer waarmee je een kaart kunt laten veranderen. Een munt van 50 eurocent die je in een fles kunt slaan. Dus een vouw met 50 eurocent. Het effect Holy Chip, ook een heel gaaf dingetje. Ga ik in de volgende specials een keer laten zien. Holy Chip. Het effect Dresscode. Elke goochelaar op televisie laat wel een keer zien hoe zijn t-shirt verandert van het een in het ander. Dus een andere kleur, andere opdruk. Nou, dat kan met Dresscode. Dan hebben we de Bite Card. Oftewel, je laat hem een willekeurige kaart kiezen. Handtekening erop zetten. Je bijt een stuk uit de kaart. Blaast. Of spuugt of wat je wil, gaat er met je hand voor langs. En de kaart is weer hersteld. En kun je vervolgens voor onderzoek uit handen geven. En als laatste de hammerkaart. Met de hammerkaart kun je een kaart om je heen gooien. Die gaat als een helikopter om je heen. Of weer terug tussen je handen. Allerlei mogelijkheden. Helemaal compleet met alle gimmicks. Nou, dit hele pakket heeft een waarde van ver over de €110. Het kost compleet met alles wat hierin zit. Inclusief deze handige en mooie opbergdoos, €99. Dus als je interesse hebt in Street Magic, is dit een hele goede aanrader. De Street Magic Kit voor €99. Dan, ook interessant om te weten. We krijgen een beperkt aantal Ultimate Mark decks binnen. De originele bicycle uitvoering Ultimate Mark decks. Hebben we jarenlang verkocht. Maar zijn, een paar maanden geleden zijn ze uit de handel gegaan. Waarom? Omdat bicycle ze niet meer drukt. De United States Playing Card Company drukt geen speciale kaarten meer. En
Vandaar dat de laatste partij die in Amerika is opgekocht, hebben wij er een heleboel van gekocht. En die hebben we inmiddels binnen, als je dit filmpje ziet. Maar op is op, waarschijnlk. Tenminste, we gaan niet vanuit dat er nog heel veel komen als we nog bijbestellen. Ultimate Mark Deck, een van de beste gemerkte spellen. Dat houdt in dat je aan de rugzijde kunt zien hoe dat werkt. Ik ga het niet laten zien als je niet heel erg bent hoe dat eruit ziet, om het een beetje te beschermen. Het Ultimate Mark Deck, spiek ik even, kost €37,50 en is verkrijgbaar in rood of blauw. Nou, op het moment dat deze spellen niet meer zijn, is er ook nog het zogenaamde Speedreader Deck. Het Speedreader Deck is eigenlijk de vervanger van het Ultimate Mark Deck en die is gedrukt in mandolin. Nou, mandolin, als je een beetje weet en je ziet het niet eens zelfs, lijkt op bicycle, is eigenlijk de vervanger. En die worden nog wel gewoon gedrukt. En die zijn ook heel mooi gemerkt. Het enige verschil is dat het Ultimate Mark Deck gemerkt is in de linkerbovenhoek, rechteronderhoek. En het Speedreader in de rechterbovenhoek, linkeronderhoek. Dus dat is even het verschil. Voor de rest ziet het er allemaal uit als gewoon bicycle. Een Speedreader deck hebben we overigens ook in rood en blauw. Kost €29. Dus Speedreader deck en Ultimate Mark Deck. Dan komt er in maart, dat is het nu al, weer een nieuwe goochelcursus. Die start, als ik me niet vergis, op 16, 23 en 30 maart. Er zijn nog plaatsen vrij. Reserveer een plekje als je wil meedoen. In deze cursus zit deze set inbegrepen. In deze set zit een heleboel spul, welkomstbrief, DVD met daarop alle dingetjes die je leert in de cursus. Ongeveer 50 effecten, routines, moves, handelingen, noem maar op. En alles wat je nodig hebt, behalve de plastic, om mee te doen aan de cursus. Touw, bekerspel, doekjes, kaartspellen, ik zie onzichtbaar draad, sponsballen, elastiekjes, munten. Alles wat je nodig hebt om de cursus te kunnen doen. Nou, deze set is ook los te koop. Ik stop even terug erin. Is ook los te koop voor de mensen die zeggen, nou, ik ga dat eindje niet rijden of ik wil lekker thuis die cursus doen. Kost €69. Krijg je het ook in een mooie opbergdoos. Maar als je de cursus zelf wil meedoen hier in de winkel, aan deze tafel, kost dat €125 voor 3 avonden. En je krijgt uiteraard ook dit pakket erbij. Dus als je even terugrekent, heb je voor €55 heb je 3 lessen. En het pakket zit daarbij. Zit je samen rond de €125. Basiscursus goochelen. Dan, het is maart. Oftewel, een nieuwe maand. En dan hebben we weer een mystery item van de maand. Deze keer is dat het volgende. Ik haal een spelkaart uit een doosje. Een beetje een vreemd doosje. Het is een blauw spelkaart. Dat komt ook uit het blauwe deel. Iemand mag stop zeggen waar hij zelf wil. Maakt niet uit waar. Hij mag stop zeggen hier. Hij mag stop zeggen daar. Stop zeggen op elke willekeurige plek. Stel voor de toeschouwer zegt stop. Zeg je oké. Okay, let op. Pak even de kaart die daar ligt. En dat is in dit geval de harte vrouw. Harte vrouw gaat terug in het spel. En het hele spel gaat in het blauwe doosje. Dan komt het leuke. We hebben een blauw doosje en een rood doosje. Deze keer maken wij het rode doosje open. Zo. In het rode doosje zit een rood spel. Als je door het rode spel gaat, gaan staan, kun je beter zien qua kleur waarschijnlijk, zul je ontdekken dat er één blauwe kaart in het spel zit, zie. Een blauwe kaart. En laat die kaart nou de gekozen kaart zijn. Even voor het idee, de kaart kan gesigneerd zijn, geen probleem. Effect is super makkelijk te vertonen. Kost normaal €30. Is op, €20. Crossed cards. Let op, is het origineel van Joker Magic uit Hongarije. Crossed cards, mystery item van de maand. Tegen de speciale prijs enkel te bestellen via de speciale link op de website. Mystery item van de maand. Anders betaal je de volle prijs. Dan is er volgende week zaterdag. 14 maart. In België. Ik laat even de flyer zien. De Magic Hand Day. De Magic Hand Day vindt plaats in Contich. Dat is bij Antwerpen. Het begint om 9:30. En duurt tot, ja, zeg 10 uur 's avonds. Om 8 uur begint namelijk de gala. Nou ja, gala kan... Ik weet niet hoe lang het duurt daar, maar zeggen gala duurt normaal 2 uurtjes. Het is het ook afgelopen. Je hebt allerlei optredens, er zijn lezingen. Zo kun je bijvoorbeeld ook Soma verwachten, de World Champion in 2009 en in 2012. Die is er ook.
Leo Smetsers doet er een lezing. Brando doet er een lezing. Workshop Zeebellen is er ook. Heel mooi. Ja, wat is er? Ja, lezingen zijn er, wedstrijden zijn er, dealers zijn er. En 's avonds de avondshow. Wil je meer informatie? secretariaat@vgb-club.be. Ik zet hier even in beeld. Dan kun je even zien. Als je vragen hebt of je wilt je opgeven of wat dan ook, mail even naar dat adres en die mensen kunnen je helpen. Omdat wij hier zijn volgende week, zaterdag, is onze winkel op 14 maart gesloten. Dus je mag gerust naar Velden komen, maar de deur zit potdicht. Ik zou zeggen, rij even de andere kant op en kom naar België. Want daar is het dan te doen. Absolute aanrader. Overigens zou je daar naartoe gaan en willen dat we wat voor je meebrengen, geheel vrijblijvend, dan is dat geen probleem. We nemen het graag voor je mee. Kun je daar even ter plekke bekijken, eventueel kopen als je wil. En dan is dat mooi geregeld. Ja, dan hadden we 10 maart de lezing van Jay Senke gepland. Komende dinsdag zou dat zijn, maar helaas gaat die niet door. Jay Senke heeft ons laten weten dat hij zijn tour heeft moeten afbreken. Wegens zijn vader, waar het niet goed mee gaat, heeft hij per direct moeten terugkeren naar Canada. En dat betekent dat zijn lezing vervalt. Ik weet niet of hij op de korte termijn terug gaat keren om alsnog de lezing af te maken. In de toekomst zal hij vast en zeker sowieso nog een keertje langskomen. Mocht daar nieuws over zijn, de mensen die zich op hadden gegeven, die laten dat sowieso dan even weten. En anders komt het uiteraard op onze website of in een toekomstige update weer terug. Ik spreek even op mijn spreekbriefje. Het laatste. Onze website bevat inmiddels 4300 items. Alle 4300 items die zijn op voorraad. Je ziet hier achter mij een aantal van de dvd's staan. Dat is voor allemaal eentje. Dus van alles zijn wij nog veel meer voorraad. Alles op onze site is voorradig. Dus als je het ziet op de site en je komt naar onze winkel, dan kun je dat meteen kopen. Geen zorgen te maken dat het er niet is. Het is er altijd. Zou je het bestellen via de site, en het is ook te zien op de site, hebben wij het op voorraad. Is het even niet, dan zie je het item ook even niet op onze site. Nou, wat hebben we nog meer? We hebben de website dutchmagicshop.com of dutchmagicshop.nl. Beide kom je op dezelfde plek uit. Dat is onze tweede shop. Dat zijn bijna 11.000 artikelen die we niet allemaal op voorraad hebben. Een deel ervan verkopen we sowieso in de winkel. Maar nagenoeg al die items zijn enkel online te verkrijgen. Nou, wat gebeurt er? Als je bestelt via dutchmagicshop.com, dan betaal je, ook gewoon net als normaal. En dan krijg je 1 keer per week, leveren wij de items uit. Wij bestellen op dinsdag bij onze leverancier in Amerika. We ontvangen alles op donderdag. Alles wat in die periode tot dinsdag besteld is, dat gaat mee met onze order. Komt op donderdag binnen en dat versturen wij naar jou. Dus bestel jij op maandagavond iets, regelen wij het op dinsdag, is het op donderdag hier en dan krijg jij het op vrijdag of op zaterdag. Heel simpel. De prijzen zijn echt super laag, zeker als je bekijkt naar de euro- en dollarkoersen momenteel. Die zijn echt wat dat betreft voor ons heel slecht qua Amerika kopen. Als je de prijzen daar ziet, 1 dollar is 1 euro, is uiterst scherp. Daar kun je echt je voordeel mee behalen. Dus als je er iets leuks ziet, kun je gewoon bestellen. Het is gewoon van Dynamite Magic Shop, dus heel vertrouwd. Ja, dat zit voor deze keer. Niet veel spectaculaire nieuwe effecten. Die hebben we wel. Die komen ook in de volgende update. Maar ik wilde jullie even deze zaken eerst laten zien. Nou, ik zou zeggen, dat was het voor deze keer. En ik zie jullie de volgende keer. Hoi hoi.